belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. XS Journaal, vers van de pers. De staten van Curaçao hebben gisteren de wetgeving aangenomen waarin de 12,5% korting op het arbeidsvoorwaardenpakket van ambtenaren is geregeld. 11 parlementariërs stemden voor, 5 stemden tegen. Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Armin Conquet zei dat ambtenaren hierdoor geen verandering zullen zien op hun salarisslip. Wel zegt hij dat er veranderingen zullen zijn in het aantal vakantiedagen, ze leveren er 3 in. Er komt geen vakantiegeld meer en de loontrede van begin volgend jaar wordt niet doorgevoerd. Vertegenwoordigers van de vakbonden die de ambtenaren op Curaçao vertegenwoordigen, APVO, NAPB, SAP, STRAF en CITEC, hebben gisteren tijdens een persconferentie laten weten dat ze het niet eens zijn met het plan van de regering om te korten op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Ze geven aan dat er afgelopen maandag een vergadering hierover gepland stond met de minister, maar die is zonder opgave van reden uitgesteld. Ze vragen zich nu af wat de achterliggende gedachte van de regering is om de ambtenaren zo hard te treffen. Bombini at El Grill and El Mexicano Restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill sundae, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Está douche. Vanaf vandaag kunnen bedrijven een verzoek doen voor de tegemoetkoming vaste lasten, de TVL. Dat heeft minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina gisteren bekendgemaakt. Tegemoetkoming is met terugwerkende kracht als ondersteuning voor bedrijven over de maanden juli, augustus en september 2020. Hiervoor is een bedrag van bijna 24 miljoen gulden uitgetrokken. Dat is geld dat Nederland heeft geleend in de derde tranche liquiditeitssteun. Het aantal stemmers voor de komende parlementsverkiezingen is volgend jaar aanzienlijk lager dan het aantal mensen dat in 2017 mocht stemmen. Toen ging het om 124.000 personen, nu zijn er 116.000 personen gerechtigd om een stem uit te brengen bij de komende parlementsverkiezingen. Gisteren vond er een vergadering plaats van de Electorale Raad. Toen hebben 24 verschillende partijen aangegeven mee te willen doen aan de komende verkiezingen. Die worden, zoals bekend, op 19 maart volgend jaar gehouden. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out. Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. De kustwacht heeft gisteren met de politie aan in totaal 18 mensen een boete uitgedeeld. Ze waren met z'n allen op een boot en waren van plan om naar Bonaire te gaan. De kapitein had aangegeven dat er maar 11 mensen aan boord waren. Dat bleken er dus 7 meer te zijn. Verder hielden de aanwezigen zich niet aan de coronamaatregelen die ook op zee gelden. Bij de dienst Economische Ontwikkeling is gisteren een klacht binnengekomen van iemand die ziek geworden is na het eten van een lumpia van een Chinees restaurant aan de Koraspechtweg. Ook zijn moeder is volgens de man ziek geworden na het eten van de lumpia. De controle die gisteren plaatsvond liet zien dat er sprake is van zeer onhygiënische toestanden in de keuken en daarom is besloten het restaurant voorlopig te sluiten. 10 nieuwe personen zijn toegevoegd aan de Wall of Fame van de Curaçaose Sportfederatie FDOC. Het evenement vond gisteren plaats in het Marriott Hotel en werd via Facebook live uitgezonden. Door de coronamaatregelen mocht er geen publiek aanwezig zijn. Het gaat om sporters die in het verleden ruimschoots hun sporen hebben verdiend. Zoals onder meer Gustavo de Jong, de bekende softballer, en Philip Elhage die veel gedaan heeft voor het honkbal op Curaçao.
Dit is de laatste editie van Extra Journaal van dit jaar. We zijn er weer volgend jaar op maandag 4 januari. We wensen u een hele prettige jaarwisseling en het allerbeste voor 2021. Tot volgend jaar. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.